De naam Buitenband is niet toevallig gekozen. Met haar duofiets wil Benita met zoveel mogelijk mensen buiten een band opbouwen. En vandaag fietsen wij een rondje met haar mee. Hey, we zitten samen op de fiets. Ja. Van op de Buitenband eigenlijk. Hè? Ja, hey, ja. Maar wat is dat precies? De Buitenband is mijn bedrijf. Vorig jaar heb ik een duofiets gekocht. Ja. Met de bedoeling om met zoveel mogelijk mensen te gaan fietsen die dat niet meer zelfstandig kunnen. Je hebt nu een jaar deze fiets, ja. Maar wat is uiteindelijk, waarom heb je deze fiets gekocht? Waarom ben je bij dit idee gekomen? Oktober 2021 ben ik met mijn vader gaan fietsen. Mm. En hij vond dat zo leuk, hij knapte er helemaal van op. Jouw vader lukte het ook niet meer om zelfstandig te fietsen? Nee, precies. Nee, mm-hmm. Nee. En een half jaar later, ik had geen baan en op dat moment. Een half jaar later kwam ineens het idee, ik koop een duofiets en ik ga met iedereen fietsen die maar wil. Hey, en wat geeft het jou nou? En wat geeft het degene die naast je op de fiets zit? Elke keer als ik weer naar een fietsafspraak ga, dan ga ik gewoon iets leuks doen. Dan ga ik een leuke middag hebben met degene die naast mij zit, met mijn medefietser. Ja, vanwege het sociale contact. De duofiets is er niet alleen voor eenzame ouderen, maar ook voor mensen met een fysieke, mentale of visuele beperking. Mensen met een niet aangeboren hersenletsel of een angststoornis kunnen ook gebruik maken van de fiets. Ja. Hoe zie jij de toekomst tegemoet? Nou, ik hoop zoveel mogelijk, met zoveel mogelijk mensen op de fiets te kunnen gaan zitten. Mm-hmm. Dus ik ben druk met promoten, overal mezelf te laten zien. Meedoen aan evenementen. Mijn netwerk te vergroten hier in de omgeving. Ja. Maar zo kan ik dus ook naar zorginstellingen. Ben ik mee bezig om zoveel mogelijk contact te leggen. Ja. Eigenlijk zoveel mogelijk superleuke dingen. Ja, heel erg.